foto! Ja! Ja, leuk! Fotootje. Ja, ja, je skulpt is allemaal een beetje nou zo? Dan. Of moet hij zo? Ik denk als we, nee, als we nou allemaal zo doen. Of moet het zeg maar. Nee, als we nou allemaal zo doen, dan is het ongeveer gelijk. Ja, jongens. Ja, maar nu gaat het echt precies zo. Hé, als we nou weten dat iedereen wat doorgaat of zo. Aan de overkant, als je niet meer staat. Nou, nee, kom maar door. Ja, precies. Wat? Die? Ja, maar deze moet je niet. Jij hebt ook naar die kant. Je hebt van deze kant juist. Nee. Ik sta goed. Ja, dat steekt toch ook goed. Oh ja. Moeten we nog boven staan of niet? Hij zit niet koud, zeg maar. Ja, ik denk het wel. Ja, moet dat zo. Ja, het zal wel. Ja, dat is inderdaad het mooie. Oh. Nee, ik weet niet of het tijdens de maar we gaan de maar jullie hebben dag in even hard dan. Een passessie van iedereen die dat pakket had gehad, waardoor iedereen selfies stuurde met verschillende outfits aan, inclusief schoenen en slippers, die komen er ook nog aan. Yeah. Dus dat, ja, dat wordt eigenlijk steeds groter. En het mooie is dat als je dan bijvoorbeeld alsnog een rugzak krijgt op het WK, dat je dan even blij kan zijn als je eerst Holland pakje. Dus dat is wel leuk. Ja, dan komen we bij ploeggenoten. Dat verandert dus ook door de jaren heen. Dit was
was mijn eerste ploegje. Breeze heette het. Sietske die nu hier op boek zat, die was het totaal niet eens met de naam. En inmiddels ja, ben ik het daar ook wel mee eens, want Breeze is eigenlijk best wel lastig uit te spreken. En eigenlijk is het niet heel erg stoer. maar goed, we hebben het al 5 weken volgehouden en daarna zijn we een selectie gaan lopen voor eerstejaars dames. En dan krijg je nieuwe ploeggenoten. En die zijn meestal ook heel leuk. Ze hebben ze in verschillende uitvoeringen, maar ja, ik had deze gekregen. ja, dat verandert dus. Mijn ploeggenoten veranderden heel veel. Behalve Sietske, die bleek de hele tijd constant. Tot ongeveer, ja, je mag het niet doen. 8 jaar. En die is op een gegeven moment ook wel ermee gestopt. En afgelopen jaar had ik weer wat nieuwe ploeggenootjes uitgezocht. Dat waren deze. Hiermee hebben we de dubbel 4 op het WK gestart. En hier moeten we nog even laten zien, Ellen, die er dus nu niet is, was veel te laat met afzetten. Dat zie je hier. dat zie je meteen. Maar goed, ze is er toch niet bij, dus dat kunnen we makkelijk zeggen. En wat ook heel erg leuk is, als je eenmaal met andere ploeggenootjes roeit, dus niet meer van je eigen vereniging, dat je 1 keer per jaar ongeveer, of 2 keer per jaar, weer terug kan naar je vereniging om dan samen een wedstrijd te starten. En dat is de volgende slide. Hier hebben we afgelopen jaar de Headway geroeid en gewonnen. En het is wel heel erg leuk als je weer met de jonge talenten van je eigen vereniging in de boot kan stappen en daarmee kan winnen. En afgelopen jaar heb ik dus inderdaad zelf ontdekt dat het zonder ploeggenoten ook nog best leuk kan zijn. Het helpt wel als je het dan wel goed doet. Maar daar kunnen ook nog mooie foto's bij ontstaan. Ja, dit is mijn lievelings eigenlijk. En ja, dus zonder ploeggenoten komt het eigenlijk ook wel goed. En dan komen we even bij de coaches, want die wisselen natuurlijk ook de hele tijd door. En afgelopen jaar heb ik 2 nieuwe coaches leren kennen. Dat zijn Josie en Nienke en ze zijn hier ook allebei toevallig, dus dat is heel leuk. Josie is echt het beste met getallen die ik ken. Mocht er iemand bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in misschien de skiffinale van het WK en daarvan de winnende tijd, vraag het zo even, dan denk ik wel dat hij dat weet. Nu uit het hoofd aan. Oh, dit is een lastige. Nou, dit komt zelden voor. 7-16 hoor ik net en ik geloof het nog ook. En Nienke is echt een hele leuke coach. Ja, die is altijd zo enthousiast dat je zin krijgt om hard te roeien, omdat ze dan weer blij wordt. En dat is gewoon echt heel erg leuk om te zien. Dus Nienke en Josie, super bedankt voor het coachen van afgelopen jaar. Ik heb onwijs veel van jullie geleerd. En het leuke met coaches is ook nog eens dat je die ook constant kan houden. De volgende slide zijn 2 coaches die ik in mijn eerste 3 jaar heb gehad. En afgelopen jaar en dit jaar weer kom ik af en toe terug naar Prothuis om gewoon weer met hem te varen. En dan natuurlijk omdat het heel erg leuk is om in Delft te roeien op de ski. Maar ook omdat ik onwijs veel vertrouwen in hem heb en me daar heel fijn bij voel. Dus dat is, ja, dat kan dus ook constant blijven. Ja. Okay. Zo. Die is raak. Wie is dat? Ja. Banaan, hè? Dat is super goed. Ja, de main message van het verhaal was eigenlijk, zorg dat je gewoon plezier blijft houden in het roeien, dan komt het wel goed. En dan komen we inderdaad uit bij Sjoerd. Hier was hij ook nog wat jonger. En Sjoerd vertelde me net dat hij zelf al 8e jaar is. Ja, ik zie hem nog steeds als 2e of 3e jaar. Maar inmiddels is hij dus blijkbaar wel wat gegroeid. Maar ik zie hem eigenlijk nog altijd als het kleine broertje van Sietske. Maar ja, het is wel bekend dat zware ballen, wat Sjoerd wel is, daar is geen ontkennen aan. Meestal wat minder goed zijn in de fijne motoriek. En ik dacht, ik ga je even helpen om dat toch wat beter te krijgen. Maar we moeten natuurlijk ook je aandacht vasthouden, dus het moet wel een leuk ontwerp zijn. Dus daarom heb ik dit cadeau voor je uitgezocht. Ik ben zeer benieuwd. In de hoop dat je dat wat kan verfijnen. Ja, nou, dat lijkt me leuk. Dat is altijd goed in principe. Ja, toch? Oh, Dino's. Okay.
ik heb hier een puzzel van een dinosaurus. Nou denk ik dat ik qua fijne meteoriek mij best wel kan meten met de gemiddelde dinosaurus. Is dat best wel goed, daar kunnen we samen wel mee sparren, denk ik. Dankjewel, Chantal. Ja, ik heb het afgelopen 2 jaar de eer gehad om met Pietje in de boot te zitten. Die stuurde de Holland 8 al geruime tijd. Maar ik heb me daar inmiddels ook bij de groep mogen voegen. En wat leuk is de meeste van jullie die een tijdje geroeid hebben, die weten dat wel, denk ik. Je leert elkaar dan behoorlijk goed kennen. En nou kennen we Pietje natuurlijk allemaal als de bevlogen man die hier overal rondspringt en op ALV's het hoogste woord heeft. Ik probeer ook nog wat andere zijden van deze uiterst veelzijdige man te belichten. Eén is denk ik toch wel een soort passie voor afstellen, die ik even moet noemen. Dat is, er hoeft maar ergens een boot los te liggen of Pietje die begint eraan te sleutelen en de hoeken te meten en het span te controleren. En dat is allemaal super chill natuurlijk, daar is iedereen hem enorm dankbaar voor. En dat heeft ook wel een beetje een soort van, dat zijn toch een beetje de Delftse roots van Pietje die denk ik dan weer boven komen drijven. En het andere is, dat is misschien iets minder bekend, Pietjes gedrag voor wedstrijden. Want we weten allemaal, op wedstrijden dan gaan we allemaal zo, dan heeft iedereen zijn eigen rituelen. En Pietje moet dan natuurlijk inwegen en dat is, dat is natuurlijk altijd vervelend. En de meeste, ik weet niet of jullie bekend zijn met het gedrag woorden, maar wat Pietje dan doet, is dan loopt hij een winkel in en dan gaat hij kijken, oh, dit zou ik wel willen eten, dit zou ik wel willen eten, dit zou ik wel willen eten. En dan gaat hij natuurlijk niet eten, want dat kan niet. Maar dan koopt hij dat allemaal en dan gaat het in een grote kist ergens. Dan is het zo van, oké, wat moet je hier nu mee? Ja, nou, ik weet het ook niet. En het idee is dan dat hij dat dan mag eten na de wedstrijd. En dat is natuurlijk een heel mooi plan. Waar het niet dat hij dan na die wedstrijd aanvalt op die kist, maar dan na één zak chips of weet ik veel wat al vol zit. Wat hij ook maar heeft. Dus van daadwerkelijk. Ja. Eén zak chips? Nee hoor. Ja. Oké, nou er komt een soort verzadigingspunt wat, terwijl de bodem nog niet in zicht is volgens mij. En dan dacht ik, hoe kan ik die twee dingen combineren? En ik denk dat dat gelukt is in mijn cadeau. Want ik wilde toch, we zijn natuurlijk nog niet in het inweegseizoen, dus nu kan hij nog een beetje genieten van de mooie dingen van het leven. En ook dat afstellen wilde ik erin proberen te verenigen. Dus ik denk dat je hier misschien wel wat aan hebt. Ja, dat kan. Nou, dat zijn we natuurlijk met z'n allen reus benieuwd. Ja, het is aan de andere kant. Oh, ja! Oh yeah! Dus voor de mensen achter in de zaal een chocolade stuk gereedschap. Nou, dat zegt geen eten. Waarvoor dank. Juist op het juiste moment en behaalde uiteindelijk met een ruime voorsprong toch wel die zilveren plek. Ik geloof dat het 400ste was of zo. Maar ja, Bart is wel dus degene die als enige op het wereldkampioenschap een medaille heeft gehaald. En eigenlijk alle porteers. En bovendien ook degene heeft gezorgd dat er meer uitzendingen zijn dan dat er eigenlijk porteers zijn gegaan.
Dat is wel een goed idee. Je kan het heel ver weg zetten, je kan het heel dichtbij zetten. Als je het dichtbij zet, kan je het makkelijker raken. Als je het heel ver weg zet, kan je het moeilijker raken. Dus is je voorbereiding des te belangrijker, zijn de randvoorwaarden des te belangrijker. En moet je het plezier houden om uiteindelijk je doel te kunnen bereiken. Daarom, Vincent, wil ik je dit doel, symbolisch cadeau aanbieden. Om uiteindelijk na het SBWK je nieuwe doel te stellen en ook die proberen te halen. Waar ze wel voor gezorgd hebben, is dat er in plaats van dat iemand hier voor hun aanwezig zal zijn.